Ik heb eerder aangegeven dat het schuldenvraagstuk integraal wordt bekeken. Dus ook deze Oppenheimer 125 miljoen wordt meegenomen in dat schuldenvraagstuk. Alle leningen die Suriname heeft worden meegenomen. En dan zal dus straks na de gesprekken moeten blijken tot welke voorzieningen en faciliteiten wij zijn gekomen samen met de schuldeisers en of wij hoe onze renteaflossingen dan gestructureerd worden. Maar ik hoop dat u in de presentatie was. U heeft mij tijdens mijn presentatie horen zeggen, vragen aan de schuldeisers, een standstill. En een standstill houdt in dat we over een bepaalde periode even niets doen en in die periode praten om te komen tot nieuwe afspraken. Ja, dus en daar behoren dus deze twee obligatieleningen ook bij, maar ook andere leningen die gesloten zijn.